Hey, ik ben Lothar, stafmedewerker aan U Antwerpen. En in deze video ga ik jou kort uit de doeken doen welke mogelijkheden jij tijdens je opleiding TEW hebt om de internationale bedrijfswereld te ontdekken. Dat kan op twee manieren. In je curriculum, dat betekent dat je vakken opneemt in het buitenland die meetellen voor je studieprogramma, of extracurriculair, dat betekent los van de vaste vakken. Laat ons beginnen met de mogelijkheden in je curriculum. Ten eerste is er de mogelijkheid om op internationale uitwisseling te gaan. In de volksmond noemt men dat Erasmus. Wat je dan eigenlijk doet, is je volgt een half jaar les aan een partnerinstelling en daar volg je vakken waarvan je normaal gezien dat semester het equivalent zou volgen aan de Universiteit van Antwerpen. Onze faculteit heeft meer dan 120 partnerinstellingen in 6 continenten waar jij naartoe kunt gaan. Als student TEW kan je op buitenlandse uitwisseling in je derde bachelorjaar of in je masterjaar. Naar welke partnerinstelling jij gaat, dat bespreek je met een collega van mij. Je hebt twee mogelijkheden. Ofwel doe je suggesties van landen of continenten waar jij graag een semester les zou volgen. Ofwel specifieer je welke deelgebieden jou heel hard interesseren. Waarover je bijvoorbeeld specifieke keuzevakken wilt volgen die je aan uw Antwerpen niet kan volgen. En dan kijken wij samen met jou aan welke partneruniversiteit daarover het meeste specifieke kennis te vinden is. Het is ook zo dat een buitenlandse uitwisseling aan U Antwerpen niet alleen voorbehouden is voor enkel de topstudenten, nee, eigenlijk is er plaats genoeg voor iedereen. Een tweede optie is een deelname aan een summer school. Dat is een groepsreis van 2 weken met een 25-tal medestudenten die doorgaat in de zomer en jullie gaan in groep naar China, de Verenigde Staten, India, Frankrijk of Cyprus. Daar ter plaatse volg je les aan een buitenlandse universiteit en bezoek je enkele bedrijven. Uiteraard word je ook ondergedompeld in de lokale cultuur. Zo krijg je in China bijvoorbeeld een initiatie in de kalligrafie en ga je in Cyprus een bezoek brengen aan een wijngaard. Achteraf verwerk je dat in een soort van rapport en dan telt die groepsreis, die summer school, mee als een vak voor 3 of 6 studiepunten binnen je masteropleiding. Een uitwisseling en een summer school zijn perfect te combineren, dus het is zeker niet zo dat je moet kiezen tussen één van beide. Je kan aan allebei deelnemen. Dat waren de mogelijkheden binnen je curriculum. Maar zoals gezegd kan je ook nog heel wat buitenlandse ervaringen opdoen naast je verplicht vakkenpakket. Zo nemen er elk jaar enkele studenten deel aan het Huawei Seeds for the Future programma. Door een unieke samenwerking tussen U Antwerpen en Huawei kunnen enkele studenten in het hoofdkwartier in China deelnemen aan een hands-on training rond nieuwe technologieën zoals 5G en artificiële intelligentie en dat allemaal integraal gesponsord. Daarnaast organiseert U Antwerpen inleefreizen naar het zuiden. Zijn er studentenverenigingen die internships en business trips aanbieden, ook naar het buitenland. En kan je dankzij de organisatie ISEC deelnemen aan vrijwilligersprojecten over de hele wereld. Kortom, tijdens je studie TEW aan U Antwerpen krijg je niet alleen les in het economische hart van Vlaanderen. Nee, je kan ook de internationale bedrijfswereld zelf ter plaatse gaan ontdekken. Dus tot snel hier in Antwerpen.